Dus nu, wat hebben we allemaal nodig voor onze kaaskroketten te maken? Uiteraard kaas. We hebben hier een assortimentje gemaakt van 3 kazen. En voor te beginnen gruyère, emmental en parmesan. Probeer ook stukken kaas te nemen, zelf te raspen. Dan heb je nog veel meer smaak. Uiteraard boter en bloem voor onze roux te maken. En melk voor onze béchamel en dan de kaas eraan toe te voegen. Maar we gaan gans die massa niet allemaal gebruiken voor juist die kaaskroket. We gaan er ook hier nog een tweede kroketje bij maken. Kleine surprise. Een kroket die ik supergraag eet. Is een kroket met ham en witloof. Dus waar gaan we nu mee beginnen? Het smelten van onze boter. Dus 200 gram boter die daarin gaat. Zeker niet laten bruin worden, gewoon smelten. We gaan eenmaal dat gesmolten is, wat komt er dan bij? 220 gram bloem. Dus van het vuur. Dat is gemakkelijker. Dus hier is de bloem nu mooi en vermengd. En nu gaan we nog een klein beetje laten drogen op het vuur. Om die bloemsmaak daaruit te halen. En eenmaal dat dat gebeurd is, gaan we onze melk eraan toevoegen. 1 liter melk. Zorgen dat die roux mooi wordt opgelost. Dan krijg je in feite een soort saus béchamel. Dat gaan we nu mooi opwarmen en even laten doorkoken. Dus nu is het belangrijk dat je toch blijft roeren. Je moet je niet in de zetel zetten. Je moet bij je vuur blijven, dat is wel belangrijk, want anders gaat dat onderaan beginnen aanbakken. Dan gaat je klonters krijgen. En naarmate dat je massa warm wordt, gaat ze ook meer en meer beginnen dikken. Hier is onze massa nu mooi van dikte. Wat gaan we er nu mee doen? Kruiden, peper, zout, een beetje nootmuskaat. Zout, nootmuskaat, altijd vers raspen. Veel beter van smaak. Maar hier ook niet overdrijven. Zo. Het allemaal mooi onderroeren. Even bijwarmen. En dan gaan we er onze 3 soorten kaas bij doen. Gruyère, emmental en parmesan. Dus we hebben hier van elk 120 gram. Mooie massa. Die gaat straks nog wel zachter worden door de liaison die er nog in komt. En gelatine. Zo is het al super lekker. Mooi die smaak van die kaas die daarin zit. Dat is klaar. Nu gaan we daar onze gelatine in doen. Dus onze 6 blaadjes gelatine. We nemen die eruit. Een klein beetje het water daaruit doen. Dan komt dat hier gewoon in. En je gaat dat zien, dat gaat direct gesmolten zijn. Die gelatine gaat dat mooi laten opstijven. Je kunt dat mooi snijden. En dan, door het opwarmen in de frituur, smelt die gelatine toch weg. Dan heb je een schone kroket die mooi, mooi smeug is van binnen. Dus nu moeten we alleen nog onze liaison toevoegen. Wat is de liaison? Dat is room en eidooier. Ook om die smeugheid daarin te steken, om die binding perfect op punt te houden. Maar ook niet meer laten koken. Want anders gaan je eidooiers... roerijtjes worden, hè, of omeletjes. Hè. Dat is niet de bedoeling. Hè. Dus we nemen 4 dooiers en 160 gram room. Ook je eiwit doet dat niet altijd weg. Je kunt er even zitten. Dan kun je er meringuesjes van bakken. Opkloppen met een beetje suiker en afbakken in de oven. Dan heb je van die meringuesjes. Dat is altijd lekker bij de koffie. Hè. Voilà, onze dooiers. Gewoon loskloppen. En dan onze room, 160 gram. Goed mengen. En dan moeten we dat juist nog hier aan onze massa toevoegen. Dan nog lichtjes bijwarmen, zodat die eieren een werking kunnen doen, maar niet meer koken. Voilà, die eieren kunnen nu mooi binden en meer moeten we daar nu niet meer aan doen. Nu gaan we dat uitstorten in een schaal. Wat wel belangrijk is, dat je eerst die schaal lichtjes gaat oliën. Dan gaat die straks die massa er veel gemakkelijker uitkomen. Dan doen we dat gewoon mooi instrijken. Ook de boorden niet vergeten. Meer moet je ook niet daarin gaan storten, anders krijg je te dikke kroketten en gaan die kapot barsten in de frituur. We gaan er een klein beetje film op leggen. En waarom doen we dat? Dan kan er ook geen vel op komen van boven. Ziezo, die is klaar. Die kan opstijven. Nu voor onze afgeleide, voor ons speciaal gevalken. Dus gaan we nu eerst witloof mooi braiseren. Dus dat wil zeggen, op het gemak garen, met boter, geen vocht. Het vocht van het witloof komt eruit. Peper en zout, onder een papiertje, een dekseltje erop. Gewoon op het gemak laten garen. Knopjes witloof. Braiseerpan. Dus boter erin. Ons witloof. Uiteraard, grondwitloof is veel beter dan een watercultuur. Dus hier snijd je dan onderaan juist een klein beetje dat gartje uit. Hier mag de boter lichtjes kleuren, maar niet te bruin zijn. Want die begint nu lichtjes te kleuren. Gaan we onze stronkjes er allemaal mooi inleggen. We gaan die een klein beetje laten aankleuren. Kruiden, peper en zout. En dan zeer op het gemak laten stoven. Peper, zout. Moest je zien dat je boter te rap gaat of al een beetje te veel begint te kleuren. Neem gewoon een klein beetje boter en doe dat er nog bij. Krijgt die boter afkoeling en kan ze niet zwart worden. Eenmaal lichtjes gekleurd. Mocht je ze draaien. En dan gaan we die mooi haren onderdekselen. Maar nog altijd een super truc is om die mooi super afgedekt te houden, gaan we er nog een papiertje over leggen. Zo blijft al het vocht mooi daaronder. Moeten we daar niets van vocht aan toevoegen. Het witloof gaart in feite in zijn eigen jus. Met een beetje boter en dat is de bedoeling ervan. En dan ons deksel daarop. En zo op een zacht vuurtje laten gaan. Nu, onze ham. Wat hebben we hier gekozen als ham? Dat is een breidelham. Dat is een ham met karakter. Het is ook wel belangrijk in die bereiding dat je er zo geen hammetje neemt dat het water uitloopt. Nee, je moet echt een ham hebben ja, die smaak heeft. Als je daaraan ruikt, wil je daar zo in bijten. Zo moet een ham zijn. Top. We hebben al enkele schijfjes klaargesneden. En die gaan we nu in fijne blokjes snijden. Om dan straks onder onze massa samen met ons witloof te mengen. Snijd ongeveer blokjes van een halve centimeter ongeveer op een halve centimeter. Dus voilà, hier hebben we dus onze ham. Dus we gaan die even op kant zetten. Dus daar rekenen we 150 gram ham voor. En nu is natuurlijk ons witloof. Zie, dat is super zacht. Dus daar gaan we nu 300 gram van afwegen. Een bladje voor mij. Dat is hemels. Ons witloof is klaar. De ham is gesneden. Nu kunnen we alles samenvoegen bij onze vulling voor de kaaskroket. Heel simpel. De ham erin. En nu nog het witloof. Het enige wat we nu nog moeten doen, is gewoon mengen. Zo mooi daaronder roeren. Wel zorgen dat het goed gemengd is, dat overal witloof, overal hesp zit. En dan gaan we dat uitstorten en bedekken met een folietje. geléfolie. Even schudden, dat alles overal gelijk ligt. Voilà. En dan hier terug, hetzelfde scenario. Dus de vershoutfolie erover. Die moeten nu allebei minimum een nacht in de frigo. Natuurlijk had ik geen zin om hier te blijven overnachten. Dus ik heb me al een beetje voorbereid. En ik heb al onze vulling op voorhand klaargemaakt. Nu gaan we die uitstorten, gaan we die snijden en dan paneren. Het gemakkelijkste is een plank. Leg daar een bakpapier op. Ik ga dat gewoon even lossnijden. Dus dat is onze eerste. Nu onze tweede. Voordat we die snijden, gaan we eerst lichtjes bebloemen. Dat is iets gemakkelijker voor te snijden dan. Dat zijn onze hamkroketjes. Nu doen we hetzelfde voor de kaas. Onze kroketten zijn nu gesneden, dus nu gaan we die bloemen in het ei en in de panko doen. Klassiek gezien is het een chapelure. Wij gaan hier een klein beetje panko gebruiken, dat is een soort Japans broodcrème. Dus we nemen dus onze kaaskroket, we draaien dat even in de bloem en dan zorgen dat alle overige bloem eraf is. Die bloem gaat die eerste beschermlaag leggen ook tegen het barsten. Die gaan we er nu uithalen. En ook altijd zorgen dat overal alles mooi dicht is, anders gaan die direct openbarsten. Dus dat zijn nu onze kaaskroketten. Nu gaan we hetzelfde doen voor onze ham, witloof kaaskroket. Zo, onze kroketten zijn mooi gepaneerd. Nu gaan we die nog even in de koelkast plaatsen, dat die terug een klein beetje kunnen opstijven. Zeer belangrijk. En natuurlijk niet vergeten onze frituur aan te zetten. Die gaan we zetten op 180 graden. Kaaskroketjes zitten nu een uurtje in de frigo aan het afkoelen. Maak dat gerust een dag op voorhand, dat ze mooi kunnen uitkoelen. Des te beter voor de kroket. We gaan die nu even uithalen. En het enige dat we nu nog moeten doen, is juist frituren. Dus we nemen onze kaaskroket en onze witloof hamkroket. En die frituren 180 graden. Dus wat daarbij kan, is een klein beetje tuinkers. Daar zit zo een klein tikkeltje pit in, zo een pikantje. Dat gaat daar zeer goed bij samen. En dan natuurlijk een klein beetje citroen. In twee snijden. En dan wat altijd praktisch is, snijd daar zo één stukje uit. Dan, als je je citroen wilt knijpen, loopt dat mooi langs daar. En ondertussen zie ik dat onze kroketjes mooi bruin gebakken zijn. En dan kunnen die mooi op het bord leggen. 1 kaaskroket, 1 kaashamkroket. Een klein beetje tuinkers eventueel. Kun je daar nog bij leggen een klein kerstomaatje. En voilà. Onze kaaskroket en onze kaasham-witloofkroket.